Yo guys, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Dustin. Vandaag gaan we een nieuwe video maken voor Goodcraft. We gaan verder met de mine. Normaal zou ik niet zo'n lange mine maken, maar dat was gewoon echt een mine van de eeuw. Jullie weten nog die diamonds, we waren bij die diamonds. Ik had die diamonds gepakt nog in de vorige video. Maar ik ben even snel terug naar de furnace gelopen, gewoon. Voor de zekerheid dat ik niet vergeet waar de furnace zal zitten. Dus pak ik mijn crafting table erbij. Dan pak ik mijn 5 bucket, wat ik zei. Dan maak ik mijn crafting table kapot. En mijn 4 diamonds toch over. 1, 2, 3, 4, 5 buckets met lava. Hé, ik heb opeens 2 obsidian. Nou, aan de ene kant is het wel fijn. Want ik moet ik minder voor de volgende keer. Misschien is het nog van die allemaal. Oh ja, hier loopt het dood, dat weet ik nog. Dan had ik altijd zo'n hoekje en dan was weer de lava. Was dat wacht. Het was naar rechts volgens mij. Nee, nou. Dus aan die kant. Denk ik, kok. Ja, die kant. Je weet dat ik hier naar onder toen ging. En hier die verkeerde diamonds lag. Ik was er fucking blij mee. Dat waren echt de 2e diamonds op 1 video. Ik zie de redstone en zo. Ik zie er wel fucking veel lava. Maar ik denk niet op één plek dat er één plek zoveel dingen in de buurt is. Ik zie de obsidian. Ik zie de obsidian, maar ik weet niet of ik die te pakken ga krijgen. En ik ben er een beetje te bang van, ben ik een beetje. Normaal zou ik dat wel doen, alleen aan de ene kant. Ja, ik heb hier fucking veel diamonds en ik wil niet echt kwijt. Daar gaan we. Ik ben nu niet geweest, een hele nieuwe plek. Ik hoop dat dit lava is. Ja, lava, gelukkig. Dan weet ik dat ik nog niet geweest ben, want ik wil nog wel dat er veel is. Dan kan ik misschien nog wel leuke dingen vinden. Als je een horen deur tegen open gaan, is dan met zijn broertje. Guys, dit is gewoon de beste mine ooit. Dit is de beste mine ooit. Ik, kom aan. Ik ben een mine, diamond. Ik ben een mine, diamond. Ik ben een mine, nog meer diamond. Hoe de fuck dan? Ik kan niet fucking 9 diamonds. 10 diamonds. Fucking alleen in deze mine. En 11 diamonds. Dit is unbelievable. Hoe kan dit? Door deze mine. Ik heb niet 11 diamonds. Totaal 14 in deze mine. Alleen in deze mine. Dit is echt de beste mine. In de vorige aflevering zijn we in het midden ongeveer van de aflevering. Dit is een slechte mine. Ja, mijn woorden. Die neem ik zo fucking terug. Ik heb 14 diamonds in deze mine gevonden. 14! Daarom zeg ik ook, deze mines zijn ontiefelijk goed. Au! Oh. Hoe kan je op één mine zoveel vinden? Zou ik op, je gaat hier op dat moment niet geweest zijn bij je lava. Al die iron is te gevaarlijk. Ik heb toch meer dan een stack iron. Ik had, ja, ik had meer dan een stack. Iets minder. Ja, ik heb een iron, die zat er iets langer sneller kapot. Kut. Ik ben echt blij. Oh mijn god, hoe kan ik fucking zo'n goede loot vinden in zo'n dingen? Dat is toch gewoon onmogelijk. Oei, oei, over lava. Maar goed ook, je ziet ook, bij lava is vaak diamond in de buurt. En dat zien we ook een beetje, want oei, hoeveel iron is hier wel? Maar dat zien we ook wel een beetje, want hoeveel diamond heb ik er gevonden? 14, 14, weet je hoeveel dat is? Auw. Zo, we hebben dat iron ook te pakken. Gaan we verder hoor. Waar loopt het naartoe? Waar brengen we ons er naartoe? En je kan natuurlijk niet naar boven gaan, want daar kom je toch wel op plekken waar minder vuur is, maar aan de andere kant. Daar valt ook te kijken, want dat zijn meerdere grotten dan alleen deze. En dat is wel, ja,
Kijk, hier is wel lapis, toch nog. Lapis ook altijd. Ja, hier is een dikke... Ik sta te kijken en ik denk van... Dit kan niet. Dit is gewoon geen grot meer. Hij wilde nog niet gezien. Oei, joh, dit ding stort helemaal in. Oh my god, daar is een fucking weer diamond. Hoe fucking weer diamond. Hoe kan dit? Is er nog wel een normale grot? Halleluja, hé. Hey. Brandt dit? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar dit is toch geen normale grot meer? Weer fucking diamonds. En dan zie je ook nog een vijf, ik veel. Vijf al. Maar oh mijn god, dit is gewoon de beste. Ik heb er al 19 in totaal gevangen. Dus ik... Hier is toch geen diamonds meer, maar... Dit kan toch niet? Dit is toch geen grot meer? Dit is gewoon geen grot meer. Oh. Normaal zou ik in zo'n filmpje zitten ook in het echt. Zou ik nooit zo lang minen. Dat is normaal. Dat doe ik nooit eigenlijk. Maar nu doe ik het wel. Omdat ik zie hoe ontiefelijk veel diamonds ik vind. Oei joh. Maar dat is echt veel. Ja, persoon een beetje. Het is nog fucking veel iron, maar het is fucking veel vuur. Het is een beetje te gevaarlijk. Maar oh my god, hoe kan dit? Kan ik niet eens een fucking god zoveel diamonds vinden? Daar is ook wel lava. Oh, is ook diamonds. Maar ben je eigenlijk? Een fireball is hier. Lava is hier diamond. Oh. Maar mijn poeding, denk ik, maar mij maakt het helemaal blij. Iron, pak maar niet. Ik vind echt elke seconde diamond nu. Oh, kunnen we deze video de diamond video noemen? Oh my god, we vinden echt elke seconde diamond. Maar dat is wel chill. Ach ja, daar gaat omhoog. Gaat het daar? Ja, daar gaat het ook omhoog. Kut. Ik hoop dat het helemaal omlaag gaat. Want ik wil niet dat... Hier kan ik wel weer omlaag. Hier is er fire. Maar volgens mij ben ik de rails kwijt. De officiële mine, want... Ja... Ik zie hem niet echt ergens staan. Cool. Ja, heb ik cool. Ik heb er maar 4. Ik moet hem wel minen. Maar ik heb er totaal geen zin in. Ik heb er maar 4. Die kool is zo skeer, jongens. Die kool is echt skeer. Maar dat heb je wel echt hard nodig voor de furnace. En gewoon ook een puur toortjes. Echt wel. Deze kool moet ook aan een huis beginnen. Want ja... We kunnen niet eeuwig gaan mijnen. Ik denk dat ik binnenkort omhoog ga. Ik ga nog misschien ook deze aflevering, denk de volgende aflevering, beginnen omhoog te gaan. Want ja, want we kunnen niet eeuwig in de grot blijven. Maar ik wil niet alleen doen nog omhoog. Ik wil terug naar de plek waar ik was. Hier is het weer, hè. Hier is ook een fire. Hier een loot. No. Maar ik zie wel iron. Ik wil eigenlijk toch proberen om die obsidian te pakken. Ik zie ook een redstone. Oh, ik krijg het. En ik heb nog één blok van dat. Waar komt hij uit daar? Zo, al dit stopt en ik ga eens kijken. De fire uit, kom ik proberen. Hoeveel heb je nodig? 2 bij 4, dus 6, 12 volgens mij. Maar ik denk dat ik er meer ga pakken als 12 als het gaat lukken, want... Oh, ik heb er 3, het lukt al zo'n beetje. Maar ik ben echt bang dat het dan misgaat. Ja, dit gaat het niet worden. Ik ben echt bang dat het echt misgaat. En als het misgaat, dan is het echt game over met dit. En dan is het ook niet de serie game over, maar de diamonds zijn game over, zeg maar. Want de... Ah, kut. Die diamonds zijn dan
weg. En als dat weg zijn, is het eigenlijk kut. Hier is er mine weer even terug. Gold zich nice. Ik zie ook dit, die pakken ook lekker. Kijk, deze gold wil ik me wel nog pakken natuurlijk. Want gold lijkt me wel chill om altijd nog chill te hebben. Want het is niet een van de makkelijkste dingen om te vinden, zeg ik zelf. Want je vindt ze wel soms regelmatig, maar niet echt als iron. Als je echt iron kun je ze wel soms laten overslaan, want dat vind je wel regelmatig. Maar ik verbaas me dat hier nergens een spawner is. Want normaal bij en zo mines zijn vaak van die spawners, van die spinnenspawners. Vaak is er dan geen kistjes waar dingen in zitten, spullen, maar toch verbaas me het. Iron pick is bijna dead, of de helft dan. Ach ja, maar ik heb genoeg iron om het weer te herstellen. Ik weet zelf niet welke kant ik op moet. Ik kan echt elke kant op gaan. Maar ik probeer altijd de kant te zoeken waar ik niet geweest ben, want het nog echt donker is. Want daar wil ik dan, ben ik nog niet geweest. En die wil ik dan pakken natuurlijk, omdat ik wel ja, graag nieuwe plekken wil pakken. Want ik wil verder met de grot. Oh, ik was echt verbang om dat. Ik zie wel een goal. Maar vaak als ik zo'n goal zie, hè, dan denk ik echt dat hier nog niet geweest. Gold. Weet je het overal. Ik dacht dat ik gold. Sorry, ik ben blind. Hier is lava. Ik denk niet dat ik hier over ben gegaan, want anders stonden er wat blokken. Voor de zekerheid dat het daaruit overstroomt. Maar hier is de grot zelf niet, maar echt aan. Kut, hier een toort. Dan gaan we hier omhoog. Kut. Het klimmen. Kom. Ah, kut. Het is klimstagsluiter. Fuck. Dat is soms kut met de game, want er komt zo'n scare reclame en dan sluit de game helemaal af. Zo, dan gaan we wel weer even snel in de server om nog even af te maken waar we bezig waren. Of ja, afmaken. Gewoon verder te gaan. Oh, kut reclame. Zo, we zijn weer op spoor. Dadelijk loopt het dood. Heb ik helemaal niks. Nee, wacht. Wat de heck, wat is dat? Wat is die? Ja, boven sneeuw. Kut, de video moet weer bij afsluiten. En laat ik proberen er alleen even uit te komen. Oh joh, waar ben ik? Maar guys, we moeten hier bij de video afsluiten. Het spijt me. Ik kom alleen nog even hier vanuit. Oh joh, je komt hier niet uit. Hoor, ik wil hier even uitkomen. Zo. Oké. Okay. Ik moet nu hier helemaal naar onder gaan. Ik ben gewoon benieuwd of er nog iets is. Ik ga alvast zeggen van. Kun ik even daar naar beneden gaan, want ik denk dat er nog iets is. Er is niks meer. Oké, guys. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En het leuk vond, doe een like hieronder. Abonneer zeker op het kanaal. En hopelijk zie ik jullie op de volgende video. Doei, doei!